Ja, lieve vrienden, ben ik in de stad. Mijn camera niet mee, want ik zei nog, neem jullie niet mee. Maar, wat kom ik tegen? Ho, ho, ho! De kerstman, gratis cadeau! Ja, en ik had nog een kerstmuts gekregen. Die deelde hij uit, dus ja, helemaal leuk. Ik was al vergeten, hij lag nog in mijn mandje, had hem daarin gedaan. Nou, even grappen. Zo, lieve vrienden, een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag, de 17e van de 12e, 2022 en we leven 9 minuten over 9. Ja, ik ga zo meteen even rappen een blokje om met de meisjes en het is roetje koud. Het is min 2 graden en het voelt aan als min 7. Ja, dat ik ben extra dik aangekleed, want het is bagger. En ook gaan we weer weg. Ik ga samen met Karin weg, maar ik kan nog lopen af als het moet. Ja. En ik denk dat ik dat ook doe, dan blijf ik warmer. Ja, met de booster dan blijf ik, dan word ik koud. En dat moet me niet, dus ik ga er lopen, denk ik, heen. Jullie gaan mee, jazeker. En wat we daar gaan beleven, dat vertel ik niet. Nee, dat zien we, dat weet ik ook nog niet, nee. Dus dat zien we wel. Dus dat wordt een hele verrassing. Zowel voor jullie, zowel voor mij. Dus, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik ga nou eventjes rap met die meisjes uit. En ik zou zeggen, geniet voor je dag. Maar geniet ook zeker met ons mee. Ja, lieve vrienden, jullie zien, ik zit weer thuis. Ja, en ik ben ook verdrietig, maar dat even terzijde. Ja, het was voor genodigden. De mensen die kregen een bandje om, et cetera. We zijn wel even binnen bij de intree geweest, maar voor de rest, ja, het was allemaal voor genodigden, voor de mensen die er werkten. En dan met hun kinderen, kleinkinderen, noem maar op, weet je wel. Dus ja, en hij was al binnen. Dat was al ver voor die tijd. Dus ja, ze hebben dat gewoon zodanig geregeld. Die kom je niet te zien, nee. He, door een achterdeurtje naar binnen, zeg maar. Maar oké, okay, ja, en Karin? Ja, nou ja, die is kwaad op me. Voor de zoveelste keer, eens een keer, weer eens een keer. Ja, hoe zeg ik dat allemaal? Ja. De dame heeft hoofdpijn. Heb ik ook wel eens. Maar moet ik dat afreageren op haar of op jullie? Nee, ja. Nee. Vlog dan niet, bij wijze van spreken. Of doe niks, blijf op je bed of weet ik veel wat. Maar je hoeft het niet af te reageren op een ander. En dat heeft ze dan bij mij wel gedaan. En ze laat me daar gewoon zitten. Voor oud vuil. Zo voelde ik me op dat moment. En ze is er ook vandoor gegaan. En ik erachteraan. Maar ik ben toch aardig snel, al zeg ik het zelf. Ik kom buiten. Zoals geen geval vanwege de bespeur. Nee, ik kan het ook, hè, ergens achter gaan staan te verstoppen. Ziet ze lekker niet, laat maar lopen. Ja, nou dat ken ik ook. Volgende keer doe ik het. Maar oké, okay. Ja, ik heb haar een appje gestuurd van dat ik dit echt niet leuk vind en dat ze hoofdpijn hebt tot daaraan toe, maar doe ze niet op mij af te reageren. Simpel. En ik zei dan gewoon dat ze, ja, weet ik van wat ik zei, maar in ieder geval heet gebakerd, zoiets, daar kwam het op neer. Ze gaf me een snauw, nou hallo, en dat zijn mensen, weet je. Doe even normaal. Je hoeft me niet af te snauwen. Om wat voor redenen dan ook. Ook niet als je hoofdpijn hebt, hoef je me niet af te snauwen. Nee, niet nodig. Het doet me pijn. De tranen staan in mijn ogen. Ik vind dit niet leuk. Nee. Ja, dus. Maar oké, okay, ik had dus gisteren die mooie kaart gekregen. Ik zal er even daar ook weer kaarten voor schrijven. Ik heb een bak koffie staan en ja, ik blijf lekker thuis. En misschien vanmiddag nog even met de booster de stad in. En dan de kaarten al wegdoen en postzegels erbij kopen. Ik moet even zien hoe wat. Maar het ligt er helemaal aan hoe ik me ook voel. Want ik ben back en back af. Ik lag veel eerder op bed dan zij. Zij ging om 5:30 naar bed. Ik werd om 6:30 wakker. Maar ik kon nooit weer slapen. Dus ja, hoe lang ben ik ook alweer wakker, hè?
Dus ja, het maakt niet zoveel verschil. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze van jullie dag. En het zonnetje schijnt, het is prachtig mooi weer, maar het is o zo koud. Het is nu min 1 en het voelt aan als min 6. Ja, dus warm is het niet. Dus geniet ze en geniet met ons mee. Nou, daar zijn we weer even. Ja. Nou, gisteravond was ik wat verloren. Ja, niet buiten. Ook niet in huis, maar in de auto van Karin. En dat was mijn pentagramoorbel. Deze zat rechts. Maar die was eruit. En we hadden wat horen vallen, maar ja, als het donker is, dan zie je dat niet, hè? Maar ze kwam hem net keurig netjes terugbrengen, want ze had hem gevonden. Dus ja, daar ben ik wel weer blij mee. Ik heb ook weer een knuffel gehad, dus helemaal weer blij. Ik zei al, quiet hoor. Ja, ik zet het nou nog over pijn, maar het is nog erger. Maar dan nog, kan je wel normaal doen. Ja. Je hoeft niet op een ander af te reageren. Dat doe ik ook niet. En als ik migraine heb, net zoals van de week. Dat weten jullie, ik had migraine. Nou, ik heb wel gevlogd, maar ik ga dat toch niet op jullie af reageren. Dat doe je gewoon niet. Nee. Maar oké, met de kerst heb ik trouwens hele andere leuke oorbellen in. Want dan ben je in de kerstsfeer. Ja. Dus dat zien we dan wel. En ik ben nou met een vlog bezig ook. Maar die ga ik nou even opslaan en ik laat het gewoon staan. Want ik moet nog even weg. Ik moet de kerstkaart op de post doen. Ja, en het is nou, het loopt nou tegen 2:15 aan op de klok. Nou, nee, het is al 2:15 geweest. Het is 2:16. Dus ik ga naar de toilet toe. En dan zal ik de boel allemaal inpakken. En dan chase ik met dat rodding naar Bruna toe. Ja. En dan zal ik wel verklumpt en koud weer thuiskomen. Ik neem jullie dus niet mee, want ik ben zomaar, ik vlieg heen en weer. Het is mij te koud, weet je. Dus dat gaan we eerst doen. Ik moet trouwens eerst echt heel nodig. Ik heb ook in die tussentijd even visite gehad. Het kopje staat er nog. Dat is die blauwe. Ja, dat was de heer Richard van Huizen. Die wil nooit voor zijn leven op de video. En ik snap het aan één kant niet. Want ze willen niet op de media. Maar Facebook werd er altijd wel foto's gezet. Dan ben je ook op de media, dacht ik hoor. Weet het niet? Kom je er ook op? Enkel, het staat stil, maar je bent er wel op. Nou beweeg je, nou is het echter, het leeft. Ik had liever dit dan een foto, want ja, zo ben ik, toch? Maar ja, maakt er allemaal niet uit, kan de pret niet boeien. Ik ga er even van tussen en ik kom straks wel weer retour. Als ik weer opgewarmd ben met een bakje koffie, dan kom ik wel weer retour. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze verder van jullie dag, maar geniet gewoon ook weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, ben ik in de stad, mijn camera niet mee, want ik zei nog, ik neem jullie niet mee. Maar, wat kom ik tegen? Ho, ho, ho! De kerstman, gratis cadeau! Dat is helemaal top, hè? Duimpje omhoog voor de kerstman. Ja, en toen waren we weer thuis. Want wat moet ik verder in de stad doen, hè? Maar jullie hebben het gezien, wat leuk, hè? Ja, kom je de kerstman tegen. Nou, helemaal top, helemaal geweldig. En ik heb eventjes voor mezelf een nieuw horlogebandje gekocht. Want die andere, die was helemaal op. Ja. Helemaal op, maar ik moet even nog dat ene riempje daar naartoe hebben, zo ja. Dus ja, gewoon weer zwart hoor, ik heb altijd zwart, want het zat overal bij. Je horloge zelf is ook zwart, dus ook een zwart bandje en niet een paars of een roze of een groen of weet ik veel wat. Daar beginnen we niet aan, nee. Nou, en Kandalfje zit ook hier hoor. Ja, Kandalfje zit ook hier, kom maar. Nou, kom daar. 1, 2, goed zo. Goed zo, kereltje. Hey. Hallootjes. Waarom dan met je kop steeds wegdraaien?
Hey. Ja, man. Och, gosje toch, hè. Och, gosje toch, hè. Spinnenkoppie, hè. Ja. Och, gosje. Ja, je bent lief, hè. Ja, je bent lief, kereltje. Jo, kopjes geven, hè. Jij moet ook een nieuw riempje om, hè. Ja, vrouwtje zal van de week eens even bij Big Bazaar kijken. Ja, die verkoopt het wel, hè. Ja. Dus ja, ik ga zo meteen even een bakje koffie maken en naar het toilet. En dan ga ik verder met die vlog. Ja, moet ook af, hè. Oei. Die staan op het randje, dat moet me niet. Dus ja, komt helemaal goed, zou ik zo zeggen. En geniet gewoon van je dag. Doe het met de lach, doe ik ook. Ga gewoon door. En ja, ik ben gewoon weer blij dat alles weer goed is. Ook met Karen natuurlijk. Oké. Ik moet aan één kant ook nog lachen, hoor. Kijk, ondanks dat ze mij heeft afgesnauwd, dat pik ik niet. Van geen mens, ook niet van haar. Maar ze heeft nog weer even licht te slapen. Maar de hoofdpijn is erger geworden. Ja. Zegt me niks. Nee. Ik heb gewoon iedere keer het gevoel dat ik mijn hele stiekje van mijn wandelstok nog om mijn pols heb met die licht daar. Maar oké, ik ga aan de koffie. Tenminste, ik ga koffie maken. En ik spreek jullie later wel weer als die vloggen in elkaar zitten. Ja, als die op YouTube staat. Tenminste, ingepland. Daar kom ik wel weer even naartoe. Dus ik zou zeggen, geniet ze van jullie namiddag. Want dat is, het is 15:49. Dus geniet ervan en neem een beker chocolademelk met slagroom of weet ik veel wat jullie drinken. Geniet gewoon van alles met wat jullie doen. En geniet zeker weer met ons mee. Ja, en ik had nog een kerstmuts gekregen. Die deelde hij uit. Dus ja, helemaal leuk. Ik was al vergeten. Hij lag nog in mijn mandje. Had hem daarin gedaan. Nou, even grappig. Maar ja, hij is eigenlijk nog te groot ook. Want ik kan hem over mijn oren en alles heen trekken. Maar dat zit niet lekker. Dus ik heb even het randje omgeslagen. Maar ja, ik heb hem gewoon gekregen. En denk je dat ik ermee ga lopen? Hè? Nou, nee hoor. Echt niet. Nee, echt niet. Ik neem enkel voor de show even op. Maar ik heb sowieso ook een hekel aan mutsen en capuchons. Ik doe dat enkel maar hoog noodzakelijk kwaad op. En voor de rest een noppe. Nee. Nou, die liggen er lekker bij. Maar oké, lieve vrienden. Nou ga ik echt verder, want ik moest rap eventjes. Oh ja, die kerstmuts, die ligt nog in het mandje van de booster. Dus hop, even er naartoe. Dus, maar ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Geniet gewoon verder. En tot later. Yeah.